Ik loop hier op Las Colinas, wat bekend staat om zijn prachtige golfresort. Die trouwens ook dit jaar weer verkozen is tot de mooiste van Spanje. Maar je kunt hier niet alleen heerlijk golfen, je kunt hier ook heerlijk wonen. In een oase van rust en midden in de natuur. Rondom dat golfresort is namelijk een compound aangelegd. En daar ontwikkelen ze echt de mooiste villa's. En in één van die villa's mogen wij vandaag kijken. En dat is er niet zomaar één, want deze heeft de European Property Awards gewonnen dit jaar. Maar voordat we naar binnen gaan om te spieken, droneshot. Het huis heeft een perceel van maar liefst 1600 vierkante meter en wat direct in het oog springt als je aankomt lopen is deze prachtige carport met dat mooie houten detail aan het plafond. De ideale plek voor je gasten om hun auto te parkeren of voor jezelf als je natuurlijk zo weer weggaat. Heb je wat minder haast? Dan kom je door dit mooie hek naar binnen gereden, rij je langs je huis naar beneden en parkeer je je auto natuurlijk gewoon in je inpandige parkeergarage. Maar daar komen we straks, want eerst wil ik met jullie naar binnen. Maar voordat we naar binnen gaan, nog één ding. We hebben genoeg te zien. Het huis heeft namelijk maar liefst 570 vierkante meter aan woonoppervlakte. Met 4 slaapkamers met ensuite badkamers, 2 separate toiletten, een bioscoop area, een spa, die inpandige garage waar we het net over hadden, een outdoor kitchen area, een gastenverblijf en jongens, misschien vergeet ik nog wel wat, dus laten we snel kijken. Het begint hier al meteen met deze imposante entree. Een deur van vloer tot plafond van massief hout. En je moet duwen en niet trekken. Kom je binnen en je neemt de natuur met je mee. Hoe gezellig, hoe sfeervol. Meteen handige kasten om je jas in op te hangen, je schoenen in op te bergen. En wat nog mooier en handiger is, is dat er meteen een iPad op je hangt te wachten. Je hoeft alleen maar te zeggen, honey, I'm home. Op één knopje te drukken, want in een huis van 3,3 miljoen verwacht je dat je lui mag zijn. En als we hierop drukken, gaat alles open, de lichten aan. En is iedereen blij dat je thuis bent. Cool, hè? Nou, vanuit deze ruim opgezette entree lopen we langs de keuken en de eetkamer naar de woonkamer. Maar eigenlijk wil ik meteen door naar het terras, want wat direct in het oog springt is deze pui. Van vloer tot plafond, van glas voorzien, kan helemaal open. En ja, het uitzicht, want zowel vanuit je woonkamer, je keuken, vanuit alle hoeken van dit huis heb je gewoon een prachtig uitzicht. Ben jij benieuwd naar een million dollar view? Kom dan even mee, want je kijkt zo uit over de prachtige golfbaan van Las Colinas. En eigenlijk moeten jullie zelf even kijken.
dag. Oh, waren jullie er alweer? Ja, joh, ik dacht ik hou dat licht beige tintje van me even een beetje bij. Maar goed, moving on. Vanuit je woonkamer heb je dus direct aangrenzend een heerlijk terras en je privé zwembad. Nogmaals, met een million dollar view, maar die hebben jullie inmiddels gezien. Lopen we verder, want er zijn zoveel fijne plekjes op dit terras. We zagen net al die heerlijke lichtbedden. Dit gezellige zitje. Hebben we hier nog een eetkamertafel. En als we dan deze kant op lopen, zit daar nog een hele outdoor chill area. Met een outdoor kitchen, een gezellige open haard. Maar daar komen we straks. Eerst gaan we even naar binnen. En als we via deze kant naar binnen komen, dan kan je hem eigenlijk niet over het hoofd zien. Er zit een prachtige grote keuken in. Met nefapparatuur hier in de achterwand. Een vaatwasser, uiteraard. Een kookplaat, maar liefst 2 koelkasten, 2 vriezers en een hele leuke afzuigkap die uit het blad omhoog komt. Even checken of hij het doet. Nou, volgens mij doet hij het. Kind kan de was doen. En over de was gesproken, als je hier niks vermoedend door de keuken heen loopt, want die zag je vast niet aankomen, dan hebben we hier de wasruimte. Niet mooi, maar wel handig. Lopen we terug de woonkamer in, want we zijn net al aan deze kant van de ruimte geweest. Maar, zoals je ziet, zit er een prachtige natuurstenen muur met open haard in het midden van het huis verwerkt. En die scheidt eigenlijk de eetwoonkamer, dus de living, met deze achterzijde. Maar ook hier is het leuk, want je hebt hier een gastentoilet. En kijk even naar de enorme hoogte van deze deur. Ik denk dat die wel een metertje of 3 hoog is. Ook heb je hier allerlei inbouwkasten, waar je dus lekker je spelletjes, je troepjes, je spullen in kwijt kan. En hier zit ook de lift en gastenslaapkamer nummer 1. En laten we voorop stellen dat alles in dit huis georiënteerd is op de view. Dus zelfs hier in je gang hebben we nog een mooi uitzicht. Ik zal even wachten tot jullie de draai gemaakt hebben. En dan gaan we de gastenslaapkamer in. En hier staat het licht en alles nog aan. Maar we hebben toch entry home gedaan. Ze wisten natuurlijk niet dat we gasten mee zouden nemen. Momentje jongens. Wat jullie waarschijnlijk direct opviel zijn die kasten die van vloer tot plafond ingebouwd zijn rondom het bed. En ja, dit enorme raam weer met dat prachtige uitzicht nogmaals. Dan aan de andere kant van de slaapkamer, achter die mooie smokeglass deur, zit de badkamer. Die mogen jullie even alleen bekijken. Zo, nou dat was het laatste van de begane grond. Gaan we nu door naar de eerste verdieping. Daar zijn 2 gastenslaapkamers, de master bedroom, een gastenbadkamer en een terras. We lopen weer door die mooie open entree heen. Gaaf vind ik dat ze de relingen van de trap met glas gemaakt hebben, want daardoor bewaar je echt die openheid. Is dat een woord? Bij deze wel. Als je nou niet zo sportief bent, dan was je hier met de lift binnengekomen. Naast de lift zit de gastenbadkamer en aan de overkant zitten de 2 gastenslaapkamers. Maar we gaan nu eerst kijken in de master bedroom. Wat direct opvalt zijn weer die enorme ramen van vloer tot plafond met dat spectaculaire uitzicht over de golfbaan. Prachtig. Wat ik verder leuk vind aan deze slaapkamer is dat ze door deze wand hier neer te zetten een scheiding hebben gemaakt tussen het slaapgedeelte en het kledinggedeelte. En op deze manier toch een inloopkast gecreëerd hebben. De kasten zijn weer ingebouwd van vloer tot plafond, van een mooi robuust materiaal. En ja, het zijn er veel. En kastruimte heb je nooit genoeg. Gaan we door.
badkamer. Hier aan de ene kant mooie glazen wand, regendouche, normale douche, toilet en een mooi badmeubel. En wat ik ook altijd wel heel fijn vind is frisse lucht en daglicht. Nou, daglicht met die ramen heb je genoeg. Maar je kunt ook daadwerkelijk hier je terras op. En aan dat terras zit niet alleen de masterbedroom vast, maar ook de twee gastenslaapkamers zitten daaraan vast. Maar die mogen jullie zelf even bekijken. Nummer 2. En het is niet alleen dit pad wat vastzit aan de slaapkamers. Als je doorloopt, kom je gewoon echt op een groot, ruim, riant terras terecht. En dat is ideaal, want zoals nu, aan het einde van de dag, is de zon op het terras beneden eigenlijk een beetje weg. Maar kun je gewoon hier naartoe en pik je die zonnestralen hier nog mee. En wat me ook opvalt is dat je echt nul inkijk hebt van andere huizen eromheen. Je hebt hier op en top privacy. Doet me nog aan één dingetje denken. Heeft overigens niks met privacy te maken. Maar hier aan de andere kant loopt het pad waarmee je naar je garage rijdt. En eigenlijk heb ik de bovenste verdieping nu ook uitgelegd. En is het gewoon tijd om naar de onderbouw te gaan. Dus we gaan naar de garage. De garage, dames en heren. Ruimte voor twee auto's en meer kan ik hier eigenlijk niet over zeggen. Dus poppetje gezien, deurtje weer dicht. Gaan we door naar de cinema room, de familiekamer. Als ik deze kamer inloop, dan zie ik een familie voor me die een film kijken, een spelletje spelen. En ja, je krijgt hier absoluut niet het gevoel van een kelder. Want we zijn natuurlijk in de onderbouw van het huis nu, maar door zulke mooie grote ramen zoals hier, met veel daglicht, heb je dat echt niet door. Op de gang bevindt zich nog een gastentoilet. Gaan we nu door naar de mooiste en mijn favoriete ruimte van het huis. De spa. Kom verder. Let meteen op de vloer. Mooie houten accent. Voel het verschil in temperatuur. Voel je dat, Sjaak? Lekker warm, hè? Lekker. Hebben we hier een verwarmd zwembad. Uiteraard een verwarmde jacuzzi. Let ook meteen op die ledstrip die daar op de muur zit. Het is echt heel sfeervol gemaakt. En ook een leuk detail. Deze tegel die je hier op de muur ziet, die ligt in de rest van het huis op de grond. Was dat je al opgevallen? Leuk detail, toch? Dan zit ook hier weer een hele ruime badkamer bij met his and her sinks, his and her showers. Als je kleine kinderen hebt, dan is dit ook ideaal om gewoon als familiedouche te gebruiken. En dan daar om de hoek nog een sauna. Nou, en vanuit je spa loop je eigenlijk zo je tuin in, je buitenterras op. Daar gaan we ook even kijken, want daar zit nog een leuke eettafel, een buitenkeuken en er zit daar ook nog een gastenverblijf. Let's go. Dus je loopt zo je tuin in vanuit je spa. Ook fijn als je uit de sauna komt trouwens. Even afkoelen. Moet je overigens niet hoogzomers overdag in de sauna gaan, want dan is het niet afkoelen buiten. Dining area, hier kun je 's avonds nog gezellig zitten, de open haard aandoen. En hier achter Sjaar, ik weet niet of je er heen kan. Een buitenkeuken voor al uw feesten en partijen. Ja, ideaal voor een zwoele zomerse avond. En dan hier het gastenverblijf of de muziekstudio of je art gallery, whatever. Deze ruimte, je gym. Maak er een gym van. Dat kan ook nog. Dat zit hier en ik denk, oh, ik dacht dat het op slot zou zijn. Kom binnen. Dus hier nog de laatste holle ruimte. Echo!
Nu is het natuurlijk niet zo dat je alleen maar vanaf de sauna bij deze outdoor living area kunt komen. Je kan ook vanaf je zwembad en je woonkamer de trap waar wij nu oplopen naar beneden nemen om daar bij je buitenkeuken te komen. Goed, zijn we weer boven bij je zwembad, je keuken, je woonkamer en de voorkant van het huis waar de home tour begon. En dat betekent dat het cirkeltje rond is, dat jullie het huis van binnen tot buiten gezien hebben en dat de home tour hier eindigt. Wil je nou alle specifics van het huis nog eens teruglezen? Kijk je via YouTube, dan doe je dat in de beschrijving. Kijk je via de website, kun je daar natuurlijk alles vinden. En heb je dan nog steeds vragen of ben je geïnteresseerd in het kopen van dit huis? Dan kun je contact opnemen via info@bellahouse.es of rechtstreeks met mij, costadeldaphne@bellahouse.es. En dan wens ik jullie heel veel succes bij het vinden van jullie droomhuis in Spanje. En graag tot de volgende keer.